Mark, een duel met je oude club. In hoeverre is dat bijzonder? Ja, het is nu de tweede keer. De oud hebben we verloren. Dus we moeten morgen de punten hier gaan houden. Ja, want dat is heel belangrijk. Zeker na de verliespartij bij Fortuna. Je weet na zo'n fantastische reeks dat het een keer kan gebeuren. Maar als het dan gebeurt, is het denk ik toch fikse tegenvallen. Ja, het was heel zuur, want we speelden gewoon niet goed. En iedereen was er gewoon met de kop niet echt bij. Dus dat is dan hartstikke zuur. En dan morgen moet je het weer gaan goedmaken. Het gat is nu 6 punten. Zwolle speelt pas maandag. Dus wij moeten morgen gewoon zorgen dat wij op 3 punten komen. En dan moeten we hun weer maandag voor het blok zetten eigenlijk. Was het ook vervelend dat de druk misschien een keer bij jullie lag? Omdat Zwolle al had gespeeld, Zwolle had al gewonnen. Dan moet je zelf opeens weer een keer presteren. Dat is denk ik toch anders als wanneer je de druk bij hun neer kan leggen. Ja, misschien ben je er wel een beetje mee bezig, maar aan de andere kant moet je gewoon die wedstrijd winnen. Ik denk als wij gewoon echt in goede doen waren geweest, dan kunnen wij van iedereen winnen. En hadden wij daar gewoon in Fortuna de punten moeten pakken. Maar dat hebben wij helaas niet gedaan. En morgen gelukkig weer een finale voor ons. Er zijn nog 8 finales en dan moeten we gewoon zorgen dat we 8 keer gaan winnen. In hoeverre zien we dit seizoen een andere Mark Veldmaat als we kijken naar hoe jij speelde bij Helmond? Merk je dat zelf ook? Ja, ik ben nog wel een beetje anders dan dat ik was. Inderdaad, ik heb vorig jaar natuurlijk een heel goed jaar gehad. Met name het tweede seizoen zelf. Maar ik ben een beetje zoekende. Maar ik heb er alle vertrouwen in. Ik vul het op mijn eigen manier in. Andere positie, linksbuiten. Ik ben niet echt de man van de individuele actie en van de voorzetten. Maar ik probeer het gewoon op mijn eigen manier in te vullen. En ging een tijdje goed, maar afgelopen wedstrijd was het stukken minder. En ik hoop het morgen weer beter te doen. Maar speelde je daar ook daadwerkelijk anders? Zeg maar je rol in de ploeg, je rol in de voorhoede. Moest je ook doelgerichter spelen dan hier? Of waar zit het hem in? Ja, weet ik niet. Ik ben ook vrij matig begonnen. En met name het tweede jaar heb ik echt stappen gemaakt. En op een gegeven moment gaat alles vanzelf. Kom je in zo'n lekkere fase. En dan gaat eigenlijk alles vanzelf. Krijg je voorzetten. Ik stond natuurlijk ook centraal daar. En dan maak je 14 doelpunten. En dat gaat allemaal ietsje makkelijker. Maar ik heb vertrouwen in dat het gewoon goed gaat komen hier. Heeft dat eigenlijk ook jouw voorkeur, toch in het centrum van de aanval staan? Want dat gebeurt hier nog niet zo redelijk vaak, die plek voor jou. Nee, ik bedoel, Bokila doet het goed, dus dan is er geen reden om te gaan veranderen. Maar ik zou daar prima kunnen spelen inderdaad. Maar nogmaals, we hebben nu Sandro Calabro en Bokila en dat zijn twee goede spelers, dus die vullen het daarin. Ja. Heb je toch even achter de oren gekrapt toen je hoorde, er komt toch een spits bij hier. Dat lijkt mij, voor de concurrentiestrijd zeggen ze altijd, dat is fijn, maar ergens moet het ook niet fijn zijn. Ja, kan twee kanten op. Ik heb zoiets van, concurrentie is eigenlijk altijd goed. En het is nu 9 wedstrijden voor het einde dat er weer een spits bij komt. En ook voor volgend jaar. Maar ik moet gewoon zelf iedere week gewoon goed trainen. En dan zorgen dat ik bij de eerste 11 zit. En dan ben ik ook hartstikke tevreden. Hoe staan jullie er eigenlijk in hier bij Sparta? Is het nu een kwestie van, je kan je eigenlijk geen misstap meer veroorloven als je inderdaad voor plek 1 wil gaan? Ja, je zal alles moeten winnen. Ik bedoel, Zwolle heeft nu iedereen fit. En die gaan natuurlijk ook volle bak. En wij ruiken ook nog steeds kansen. Ik bedoel, Eindhoven staat ook nog achter ons op 2 punten. Dus die kunnen ook nog. Maar het blijft afwachten. Het is 8 wedstrijden. Dus je kan al wel zeggen van, misschien verliezen we nog wel een keer. En Zwolle verliest 3 keer. Ja, dat weet je niet. Dus wij moeten gewoon zorgen dat we gewoon scherp blijven met z'n allen, denk ik. Ten slotte, je speelt weer thuis op het kasteel. Sparta heeft een seizoen op het kasteel. Dat is eigenlijk ongekend. Dat is heel lang niet meer gebeurd hier, dat jullie zo goed thuis presteren. Nee, dat is knap. Maar dat ligt ook aan ons, maar dat ligt ook aan de fans. En ik denk dat het gewoon met z'n allen is gewoon mooi hier. Het is ploegen komen hier toch een beetje met angst in de broek komen ze hierheen. En dat moeten we gewoon zo houden eigenlijk.